De kroon op het werk. Dat moest dit voorjaar gaan worden. Vanaf speelronde 1 bovenaan. Als eerste geplaatst voor de kampioenspool. De meeste goals voor. Snoeis, ja hoor. De minste tegen. Meer overwinningen dan welke ploeg dan ook. Ook in de toppers. Maar het is afgelopen en PSV wint de topper in de Eredivisie. Alle ingrediënten waren er. En wij waren er klaar voor. Klaar voor ons slotstuk. Klaar voor ons recordduel. Klaar voor onze eerste prijs. Tot plots. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Alle betaald voetbalwedstrijden worden gecanceld, worden verboden. Geen betaald voetbal tot 1 september. Alles komt tot stilstand. Ook het seizoen dat het onze had moeten worden. We eindigen als nummer 1 en keren terug met datzelfde doel. In de competitie en bij ons debuut in de Champions League. Tot volgend jaar.